Ik ga het hebben over het onderzoek waar hier alle mogelijkheden voor zijn. En dat te verbinden met name het hbo-onderwijs. Vooral het aansluiten van de academische kennis uit de universiteiten, zoals een TU Delft, naar het hbo-onderwijs is een geweldig interessante uitdaging. En daar zijn we bij de hogeschool waar ik nu werk, in Zeeland, volop mee bezig om dat onderzoek, praktijkgericht onderzoek, volledig te integreren in het onderwijs. Maximaal te gebruiken maken van de casuïstiek die in die regio is. En in die wateropleiding waar ik dan werk, de Delta Academie, hebben we daar wel een keuze in gemaakt. We zeggen, wat een essentieel onderdeel is voor de toekomst om in deltas te leven, is dat je veerkrachtige maatschappij hebt. Veerkrachtige waterkeringen, veerkrachtige ecosystemen. Zo'n beetje een trefwoord voor ons onderzoek. Praktijkgericht onderzoek dus. En wat we doen in 5 lectoraten. Dit zijn de onderwerpen waar wij voor gekozen hebben. Hè? Onderzoek doen richting Building with Nature. Het ruimtegebruik in relatie tot waterveiligheid. Watertechnologie. Aquacultuur, de voedselopgave van de wereld. En in oprichting een asset management lectoraat. Daar hebben we mensen vanuit bedrijven voor die de kar trekken, die lector zijn. En er zit een onderzoeksgroep. Dus bij elkaar voor die Hogeschool Zeeland, Delta Academie, is het een groep van ongeveer 40 mensen die eraan werken. Part-time in het onderwijs, part-time onderzoek doen. En dan hebben we dus een onderzoeksgroep die capaciteiten heeft. En die aansluit bij de vragen uit de praktijk. En dan is vervolgens natuurlijk logisch dat we daarmee maximaal studenten betrekken. Studenten die beginnen in de eerste 2 jaar met kleine opdrachten, later minoren of de afstudeerders. Dat is het model. Maar we hebben doorgaande onderzoekslijnen op deze thema's. Het doel van dat praktijkgerichte onderzoek op het hbo is die actuele casuïstiek. Je wil mensen opleiden waar vraag naar is. Dat proberen we te doen met deze lectoraten. En een rijke leeromgeving, want studenten kunnen aan echte cases werken. Ze leren de setting om in organisaties of in wetenschappelijke instituten te opereren. En we hopen, nog een tweede doelstelling is natuurlijk toch ook de sector in onze regio op weg te helpen met innovatie. En dat merken we ook. Dat bedrijven in onze regio die zijn erg enthousiast om met HZ samen te werken. Op die manier komen ze in aanraking met een goed netwerk. En ze denken ook mee aan nieuwe oplossingen. En die bieden ons graag die mogelijkheid ook. Ten slotte, we zijn toch ook wel allemaal goed opgeleid en wetenschappelijk georiënteerd. Dus waar het kan, proberen we ook bij te dragen aan de kennisopbouw. Dat wil zeggen ook weten te publiceren, meedoen aan congressen. Nou, wat is nou een centraal onderwerp? Deltas are sinking. Dat is echt wereldwijd een groot issue. Door allerlei redenen zakken die delta's zakken weg. De aanvoer van sedimenten vanuit de rivieren die stokt bijna overal in de wereld richting de delta's. En daar moet een delta het wel van hebben. Daar is een delta uit gemaakt, uit dat sediment. En je hebt natuurlijk kwesties als zeespiegelstijging. En dit is een foto bij ons in de achtertuin, de Oosterschelde. Die mensen die daar op die plaats staan, die geven het niveau aan van de zandplaat hier, zoals die in 1986 was. Dat is een stuk door de zeespiegelstijging veroorzaakt. Het erodeert daar snel. En dat zand, dat verdwijnt niet van de aardbodem. Dat ligt ergens in een geul. Maar het is intergetijdengebied dat we koesteren. Want dat is de voedselbron van vele vogels. Tweede oorzaak van deze snelle verlaging is de komst van de stormvoetkering. Die heeft ook het hele sedimenttransport beïnvloed. Dus dit zijn de vragen waar we mee moeten dealen. En niet een probleempje wat in één keer ontstaat. Dat is geleidelijk. Het gaat wel door. En om daar slimme oplossingen voor te bedenken, adaptief enzovoorts, daar zijn we volop mee bezig. Dat zijn dus projecten zoals een zandmotor, maar dan hier in een Oesterdam. Ook een opgave om, kunnen we de veiligheidsopgave van een dijk op deze manier oplossen. Vooroevers, tegelijkertijd ook wat doen aan de natuurwaarde. Want we zitten hier in een natuurgebied. Die combinatiemogelijkheden, dat is typisch iets voor Building with Nature om die te zoeken. En daar betrekken we natuurlijk studenten bij. In dit geval experimenten met oesterriffen. Kijken, kan je ook oesters als biobouwers gebruiken. Een stuk van de natuur het werk laten doen om erosie tegen te gaan.
Dat zou mooi zijn, als dat processen zijn die je op die manier aan de gang krijgt. Nou, is dit een filmpje? Ik zou niet weten hoe ik die aan de praat moet krijgen. Jij wel? Hartstikke mooi. Grootschalig project. Hier ziet de studenten werken. Dit is een 4-jarig onderzoek. Er zit een promovendus op. Kennispartners van ons, dat zijn NIOS en Wageningen Marine Research. Die werken daaraan mee. Hier proberen we kunstmatige mosselpercelen te creëren. Door verschillende golfbrekingen en ondergronden aan te brengen. Want van nature komen die mosselbanken op erosieve plekken niet voor. En wat wij zoeken, een beetje meer de eco-engineering, is naar een paar randvoorwaarden te vinden waarop we dat voor elkaar krijgen. Dat die mosselpercelen wel kunnen groeien op die locaties, door wat condities aan te passen. Dat heeft enorme draagvlakken, zulke projecten, zo'n praktijkgericht onderzoek. Dat wordt gesubsidieerd aan de ene kant natuurlijk vanuit het ministerie. Maar ja, die geven natuurlijk alleen subsidie als er inderdaad concrete vragen uit de praktijk zijn. En wie zijn hiervoor? Wie doen mee? Ik geloof dat er wel 7 partners zijn, bijvoorbeeld. Vanuit het waterschap, die zegt, nou, als je daarmee een stuk voor de kust kan beschermen. De mosselsector zegt, oh, dat is toch interessant, want misschien krijg ik toch wat meer mogelijkheden voor mosselproductie. Natuurorganisaties zien ook graag dat de voedsel op peil blijft. En zo zijn er verschillende partijen die meedenken, goede vragen stellen. Dus onze vraagstelling komt vanuit die praktijk. Combineren van functies, dat is de zoektocht. Ander onderwerp. Zie je onderaan staan, het project Rijke Dijken. Waterschappen werken natuurlijk ook in Zeeland altijd aan die dijken. Dat is een doorgaand proces. Grote lagen asfalt, stenen enzovoorts. En de opgave die we hier proberen te tackelen is, als je dat dan toch doet, kunnen we dan niet een steen ontwerpen, een materiaal ontwerpen, wat betere aanhechting voor vegetatie geeft. Dus een andere soort betonblok bedacht met de betonbedrijf. Die werkt daar aan mee. Die vindt dat ook interessant om een nieuw product neer te zetten. Het kan gekoppeld worden door mensen zoals Ivo die hier zit. Hè? Dat je zegt van, kan het mee in een werk van het waterschap? Dat we het ook meteen real life uittesten. Groepen van studenten en docenten erbij om het te volgen. En dan wordt het een aantal jaren die effecten bekeken. Ik dacht dat ik nog een blaadje had, maar dat was niet zo. Hè, dus dan gaat het erom om die dijk rijker te laten begroeien. En daarmee de biodiversiteit ook mee te nemen. Ander project waar we aan werken. En nu vanuit de lucht gezien is Perkpolder, waar inderdaad hier dat gat, hè, nu is het gat gerealiseerd, wat we net al eventjes zagen in een foto van Ivo. Hier is de HZ betrokken, ook weer met kennispartners, om vragen over ecologisch herstel. Hoe snel gaat dat dan? Wat levert dit voor mogelijkheden op? En een heel ander type waar we proberen langzamerhand ook voet aan de grond te krijgen is buitenland. Want onze opleiding is internationaal georiënteerd. Studenten die waaieren sowieso wel uit naar Azië en Amerika voor stages. Wat we nu proberen te doen ook als onderzoeksgroep is in Indonesië een momentum te krijgen op Java met een aantal andere hogescholen om onderzoeken te doen. Dit is bijvoorbeeld in Surabaya, waar ook dijken onder grote druk staan. Wat is dit het geval? Jaren geleden ontstond er een moddervulkaan die popte daar uit de onderlaag naar boven toe. En nog steeds is dat modder, stroomt naar binnen toe. Er is een deel van een stad ondergelopen onder de modder. En nu wordt het nog wat tegengehouden door wat dammen. Hele kritische situatie. Als we het over het onderwerp hebben van nu, is dit een prachtige toepassing van de kennis die we hier ontwikkelen. Voor de buitenlandse markt, zeg maar. Nou, afrondend. Delta Academie Applied Research Center. Werk dus samen, zoveel met vele partijen, bedrijven in de regio, onze vaste kennispartners. Er zijn ook andere lectoraten op zo'n hogeschool. Recent is er eentje begonnen over tidal energy. Die heet tidal energy, tidal power heet die. En een opkomend onderwerp is natuurlijk de data science. En ik denk als we die combinaties ook kunnen maken met ons werkveld, dan zijn we op de goede weg. We werken samen met 2 andere hogescholen aan een masteropleiding. Normaal gesproken HBO natuurlijk bachelor, maar nu ook een masteropleiding voor 1,5 jaar. En dat gaat dus over het beheer van grote deltasystemen. En de essentie is in het transitiemanagement. Dat is eigenlijk het hoofdonderwerp van deze master. Waar kom je nou tegenaan? Noem maar even het voorbeeld. Vooroevers. Ze hebben een rol in de waterveiligheid. Hoe krijgen we het voor elkaar
dat het inderdaad ook geïmplementeerd wordt in heel toetsingssystemen. Daar zit een stuk kennis achter, maar ook misschien een stuk governance. Dat is het onderwerp van die opleiding. Nou, onze financiën die zijn uit verschillende stromen. Eerst, Hogeschool Zeeland geeft dus heel serieus geld, eerste geldstroom, om dit te laten gebeuren. Dat onderzoek echt onderdeel wordt van het curriculum, van de opleiding. Er zijn een aantal center of expertises vanuit economische zaken gestimuleerd rond de onderwerpen deltatechnologie. En net is er ook eentje gestart voor water en energie. Want zeg maar de hele transitie van wind op zee, dat vraagt natuurlijk veel nieuwe professionals. En dat is waar de opleiding zich nu op gaat richten. NWO is een belangrijke subsidieverstrekker. Verder doen we ook mee in diverse interreggen en andere projecten. Dus dit is zo'n beetje de scene van het hbo-onderwijs. En ik hoop dat we vanmiddag, dat is eigenlijk ook het doel waarom ik met een collega ook hier ben, aansluiting te vinden met het fundamenteel onderzoek wat we hier zouden kunnen doen in de Prosperpolder. Dan gericht op die praktijkgerichte vragen die ook interessant zijn voor bedrijven. Hartelijk bedankt voor je aandacht. Dankjewel, Joost. Je hebt heel duidelijk gemaakt, denk ik, wat jullie als hogeschool te bieden hebben. Wat heb je van ons nodig? En als je even deze kant uitkomt, dan blijf je in beeld. In beeld, dat is zo. Nou, waar het bij begint is inderdaad connectie maken van het vragen uit de praktijk. Dat is de key. We kunnen natuurlijk alleen starten met praktijkgericht onderzoek als de vraagstelling vanuit overheden, bedrijven, NGO's helder is. En dan gaat het vervolgens om de samenwerking. Dit zijn grote experimenten, dat doe je niet alleen. En wij zoeken graag de verbinding met onderzoeksprogramma's. Het is een beetje de achtertuin, hè? Het Vieren Prosper. Zoals je ziet, zo'n perkpolderproject, we hebben daar routine in om die hele veldcampagnes ook mede te organiseren. Dus ik hoop dat we daar vanmiddag een aantal stappen in kunnen zetten in het identificeren van die samenwerking. Dankjewel. Zijn er nog andere mensen die vragen hebben? Nee, zo.